Hallo allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Dit is echt heel anders. Heel anders, want ik ga een Q&A doen. Dit is wat jullie heel vaak aan mij hebben gevraagd. Echt, Q&A, Q&A, doe alsjeblieft een Q&A, doe alsjeblieft een Q&A. En ik dacht, waarom doe ik niet de Q&A? Misschien weten jullie nog niet veel over mij. Ik heb hier een lijst met alle vragen. Ik kon niet alle vragen doen, want het zijn er best wel veel. Dus sorry als jouw vragen niet tussen zat. Maar zet het dan zeker beneden in de comments, want dan doe ik misschien wel een Q&A deel 2. We snel maar beginnen met de Q&A. Let's go! We beginnen met de eerste vraag. Eerste vraag komt van Lolos40, laagstreepje. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Ik doe mijn best voor jullie allemaal. Hoeveel jaar ben je? Ik ben 12 jaar oud. Ik weet het. Ik ben groot voor mijn leeftijd. Ik ben 12 jaar. Maar ik ben over 2 maanden 13, dus ik kan echt niet wachten. Volgende vraag van Edgar, laagstreepje 018. Zit je op een sport? Ik zit momenteel niet op een sport. Ik doe dat eigenlijk nog niet omdat ik niet veel tijd ervoor heb. Komt ook door school, door video's van maken voor jullie en ook editen voor jullie. Kost veel tijd, maar ik ga binnenkort misschien wel op een sport zitten. En dan is het zeker basketbal of tennis, want ik hou van basketbal en ook verschrikkelijk veel van tennis. Laagstreepje Dina, laagstreepje X. Hoe kam jij jouw kapot mooie haar? Oh, dat is echt super lief. Dankjewel, Dina. Ja, net als hoe iedereen zijn haar eigenlijk kamt. Ik ga een douche, maak alles nat. Het gaat helemaal naar beneden. En ik zet conditioner, shampoo, alles. En dan ga ik gewoon uitkammen. Natuurlijk is het veel harder dan bij wat zachtere haar. Maar het gaat wel gewoon kammen. Goed uitkammen. Wordt het krullend, een beetje afropikken, een beetje feunen. En boom! Volgende komt van laagstreepje slash Britje slash laagstreepje. Ja, waar ben je erg bang voor? Love you! I love you too! Waar ben ik erg bang voor? Eigenlijk ben ik niet bang voor iets. Ik ben bang voor niks. Nee. Naomi Kaden, wat is jouw beste eigenschap? Positief zijn. Positief. Ik heb het echt vaker van mensen buiten gehoord dat gewoon... Hoe vaak ik kan lachen. Ik lach heel de dag door. Als je me eens echt hebt gesproken. Ik lach de hele dag door. Ik lach. Ik zing. Ik dans. Echt waar. Ik ben zo positief. Je ziet me nooit verdrietig. Echt waar. Een van mijn beste eigenschappen is eigenlijk gewoon positief, blij, enthousiast persoon. Welk liedje vind je het leukste? BTW? Ik loef jouw YouTube kanaal. Echt leuk. Baby X Krully. Ah, dankjewel Baby X Krully. En super lief van jou. Welk liedje vind ik het leukste? Dat is moeilijk. Want ik hou best wel van muziek. En er zijn zoveel leuke liedjes. Engelse en Nederlandse liedjes. Bijvoorbeeld SBMG en Boef Lit. Ronnie Flex Nonstop. Ronnie Flex Numidia Ali B. Melly Melly. Haley Steinfeld. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Met Color en... Zoveel leuke liedjes, echt waar. Ik kan helemaal niet kiezen. Wat is je raarste droom van Monica Lansen? Mijn raarste droom dat ik ooit heb gehad is dat ik Hello Kitty was. Ja, mijn droom over Hello Kitty. Ik was gewoon Hello Kitty. Ik weet niet. Ja. Oh, en ook een van mijn raarste dromen waar ik ook een YouTube video over had gemaakt is augurk. Ik heb dat niet gezegd, omdat Hello Kitty heb ik nog niet aan jullie verteld. Maar augurk droom met Cheetah. Check op mijn YouTube kanaal. Raarste droom. Wat zijn je hobby's? Damien215 laagstreepje. Zo, veel eindigen op laagstreepje. Ja. Dansen, zingen, acteren, sporten, vloggen, praten, eten. Ik weet dat jullie denken eten. Ik hou gewoon te veel van eten. Eten is voor mijn hobby. Eten. I love food. I just love food. I'm born like this. I just love food people. Jenny of Laurel? Jenny. Echt waar. Van allebei hoor ik altijd Jenny. Ik hoor nooit Laurel. Ik hoor altijd Jenny. Altijd zegt ze Jenny. Maar als jullie iets anders hebben, zet het zeker beneden in de comments. Wie denken jullie? Jenny of Laurel? Ik denk Jenny. Favoriete bestemming van Bossy? Bousy. Bezy. Favoriete bestemming is zeker weten Dubai. United Arab Emirates. Ik hou gewoon verschrikkelijk veel van Dubai. Het is een prachtige plek. Heel mooi.
altijd iets te doen en vol met activiteiten. Dus zeker mijn favoriete eindbestemming. Bestemming? Daar is Imania's World geboren. Katie Girl 1, 2, 3. Waar ben ik geboren? Ik ben geboren in Nederland, Rotterdam. 010, je weet zelf! 2, 2, 2, 2, ja. Waar kom je vandaan? Ik ben half Sierra Leone en half Caribisch. Yeah! Ah, ik lijk net Dora. Dat plukje staat zo omhoog. Reden dat je met je YouTube bent begonnen. PS, amazing video's. Oh my god. Thank you. Oh my god. Van Marie Verbeke. Wat is de reden dat je met YouTube bent begonnen? Ik was super leuk vind om video's te maken. Ik doe dit graag voor jullie. Ik wil graag laten zien wat ik eigenlijk doe. En hoe mijn leven eruit ziet vanuit mijn wereld. Daarom heet het Imania's World. En ja, ik vind het gewoon echt super leuk om jullie, voor jullie te doen. Ik pak gewoon de camera en ik praat. En natuurlijk vind ik het super leuk om daarna jullie reacties te zien op mijn video's. Want jullie reacties zijn altijd zo lief. En dat waardeer ik echt super erg. Daarom hou ik echt... verschrikkelijk veel nog wat jouw eerste video op YouTube was. Nike Blofje 010, laagstreepje. Wow, mijn eerste video. Natuurlijk herinner ik dat. Ik moest nog eventjes nadenken. Onderweg naar Dubai, dat was mijn eerste video. Ik was zo klein, mijn haar was ook echt klein. Het is echt snel gegroeid. En ja, ik was gewoon aan het praten in de camera. Ik ging laten zien hoe ik onderweg ging naar Dubai met mijn moeder. Echt waar. Was zo... Elke keer wanneer ik terugkijk naar die video, denk ik, wauw. Wauw, dat ben ik gewoon. Wauw. Ja, ja, iedereen. We zijn al bij de laatste vraag. Wat zal de laatste vraag zijn? Brrr. De laatste vraag komt van Sharon. Laagstreepje XOXO. Accolade. Als je niet weet wat accolade is, zoek zeker op internet. Welke trend vind jij super leuk? Welke trend, oftewel hype, vind ik super leuk? Oh, bands, 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 that's a check, talking. Take all your pants, pants, pants. Bitch, ain't no time for talking. Watch me do my dance, 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 dance. Pants in my pocket. Come and get your mans, mans, mans. Far up my rocket. Oh, bands, 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 that's a check. En dat vind ik dus de leukste trend. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker niet een hartje beneden achter te laten, gewoon. En zet ook beneden een comment van wat jullie van deze video vonden. En ook Diani of Laurel. Ik weet echt niet wat jullie horen, maar ik hoor echt Jenny. En ja, ik hoop dat jullie deze Q&A leuk vonden. Like. Abonneer op mijn YouTube-kanaal Imania's World. Zie ik jullie weer in mijn volgende video. Pauw, pauw, pauw. Dab, so out.